Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 22 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag hebben we weer Contistia en ook een zwart-wit plaatje in Slow Scan TV met BW12, zoals van de week ook, BW12. Maar we hebben voor het eerst ook iets in EX-chat om te proberen een korte regel die ergens in de uitzending tevoorschijn komt. Als het goed is kun je het EX-chat-programma in de Squelch standby zetten en dan komt de chatregel vanzelf binnen. Niet onbelangrijk, de gebruikte snelheid is 22 baud. Dit is bij de versie van EX-chat die ik heb de hoogste snelheid. Je kunt het ook ontvangen met FL-Digi. Dat geeft soms wat extra tekens die er niet helemaal bij horen. FL-Digi kun je ook zetten op 22 baud. En daarnaast moet je de toonhoogte alleen bij FL-Digi dus op 1250 Hz zetten. 1250 Hz. Bij FL-Digi kun je de squelch ongeveer een kwart vanaf de onderkant van de schaal instellen. EX-chat, het programma, kun je vinden via Google. Maar pas op, er zijn verschillende sites die je niet moet hebben. Onder andere een chat waar mannen met elkaar kunnen mopperen over hun ex. Ja, echt waar. Voor het programma kun je het best in de zoekmachine intikken het woord EX-chat. En daarnaast de call van de maker. Dat is Zulu Lima 1, Bravo Papa Uniform. Zulu Lima 1, Bravo Papa Uniform. Een van de weinige fabrikanten die in de niche-markt voor de 5 MHz antennes is gedoken, is het Nederlandse bedrijf HiEndFed. Ze leveren momenteel al een monoband antenne voor de nieuwe 60 meter band, die we sinds deze maand mogen gebruiken. De band, hè? Deze draadantenne is 26 meter lang. HiEndFed werkt daarnaast nog aan een multiband antenne die ook 60 meter doet, maar die bevindt zich nog in het stadium van ontwikkeling. In België is BIPT op 4 december een consultatie gestart over de mogelijke uitbreiding van de 4 meter band. Op dit moment hebben de Belgen 70,190 MHz tot 70,4125. De ondergrens van de Belgische band zou in dat geval 77,5 kilohertz, ik heb het staan megahertz, en lager komen te liggen op 70,1125 megahertz, terwijl tegelijkertijd het zendvermogen van 25 naar 50 watt zou gaan. De band blijft in dat geval een secundaire amateurband. Gebaseerd op eerdere ervaringen op dezelfde manier is het vrij waarschijnlijk dat de band inderdaad binnenkort als omschreven zal worden uitgebreid. Nederland heeft momenteel een grotere band dan België. Dat loopt in Nederland van 70,0 tot 70,450 megahertz. Hierna volgt een column, een stuk opinie dus. Ik heb deze tekst eerder op zendamateur.com geplaatst. Er was een discussie dat je als beginnend amateur jezelf misschien helemaal geen zendamateur zou mogen noemen als je alleen maar een goedkope porto hebt om QSO's te maken. Ja, de column dus. Het is wel opinie, hè? Ik vind het best vervelend dat amateurs hun mede-amateurs zo graag de maat nemen. Ik heb er als beginnend amateur bijzonder vaak last van gehad. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker verteld, maar een van de eerste dingen die mij als beginnend amateur verteld werden was dat mensen die via repeaters werkten geen echte zendamateurs waren. Op dat moment hadden we in Nederland 3 repeaters, FLE, ALK en AMR. En die vergissing zou de RCD volgens de verteller al snel inzien en dan werden die dingen gewoon weer, zoals het hoort, verboden. Een van de fanatiekelingen had een grenzeloze bewondering voor satellieten. Dat was helemaal je dat. En dus zei ik in mijn naïviteit, maar ik dacht dat je zo tegen repeaters was. Zo'n satelliet is toch eigenlijk ook gewoon een repeater? Ik geloof dat dat een beetje tegen het zere been was aan zijn reactie te horen. Het is overigens geen exclusief Nederlands verschijnsel. Ik heb wel eens gedacht dat het met de Calvinistische inslag van op zijn minst een deel van onze bevolking te maken had. Maar dat is beslist niet het geval. 2 maanden geleden had ik bij de Daily Minutes bijvoorbeeld een column die van een Australische amateur was. En die wat dit betreft klaagde over precies dezelfde dingen die hier ook spelen. Waarom verwelkomen we niet gewoon iemand die net anders denkt dan de rest? Het zijn juist de buitenbeentjes en misschien ook wel de mensen die op jonge leeftijd durven te zeggen dat een satelliet ook een repeater is, want in feite is dat natuurlijk gewoon waar, die we nodig hebben. Die kritische houding van meerdere gevestigde amateurs weerhoudt mogelijk niet alleen mensen ervan om creatief te zijn. Het jaagt in een aantal gevallen ook mensen weg die net met de hobby in aanraking zijn gekomen en die hier toch wat raar tegenaan kijken. Ook al omdat wanneer je als beginnend amateur geïnteresseerd bent in de hobby, je al heel snel met dit rare fenomeen in aanraking komt. Dat is gewoon echt heel jammer. En dus,
Of je alleen in kilowatten geïnteresseerd bent en in de verste de X. Of dat je alleen maar met de goedkoopste Baofeng op de lokale repeater wilt praten. Wat mij betreft hoor je er gewoon bij, uitroepteken. Maakt niet uit, al blaas je zelf je eigen buizen om er een 1-pitter kristalgestuurde cv-zender mee te maken. Waar het je zelfs nooit mee lukt om 1 QSO te maken. Of dat je je eigen germaniumdiodes maakt. Nee, zelfs als je alleen in staat bent om een kristalontvanger te maken voor de laatste middengolfzender die we nog hebben. En daar geweldig van geniet als je dan daarnaast je roepnaam hebt of alleen maar daarvoor aan het studeren bent, dan ben je wat mij betreft gewoon voor 100% een zendamateur. Een zendamateur ook die erbij hoort, bij ons, amateurs. Denk als je into Digital Voice bent, vanavond trouwens ook nog even aan de D-Star-ronde die vanaf 20:30 plaatsvindt op XRF 088B. Deze reflector is ook bereikbaar via DMR, hoewel die koppeling nog experimenteel is. Volg nu de Slow Scan TV in BW12.